didn't even get some calls. Yo mensen van Dagelijks Games, mijn naam is Tommy en vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. Ik ben alvast een klein beetje begonnen met wat spullen inkopen, even snel wat medicijnen, want vorige keer hadden we wat gebruikt. Laten we maar meteen beginnen. Eerst eventjes deze man vermoorden, Jolo. Kan dat? Stoute man. Alsjeblieft. Nee. Waarom vermoord je die burger nou weer, Ezio? Stoute man. Oké, praten voor de missie. Benvenute Lottatori. The game is simple. There's only one rule. No weapons. Fight until you are the last man left standing. Will it be you or two? Who will win the golden mask? Hey, het is mooi. Ik heb net de kooi leeggemaakt voor ons tweeën. Ja. Boom, boom, boom. Dit is nog wel makkelijk. Kom, kom hier. Jij kleine man. Wat denk jij? Kom opstaan. Dood! Holy shit! Deze man denkt even ik kom stoer doen. Kom hier! Kom! Hier! Motherfucker! Boom! Get owned! Spam! Ik spam mijn muis! Looks like this one thinks himself some kind of campione. Go on, Dante. Show him how sadly mistaken he is. Wie is dat ook alweer? Dat ben ik echt vergeten. Kut. Wat denk jij? Vuile man! Ja, een beetje opstaan hè. Kom hier! Hier! Boom! Boom! Ga staan, Michi, hier, kom! Is there nobody else to challenge our man in the ring? Do we have a winner? Hè? Huh? Wat gebeurt er? Dan moet hij in de ring, zeker met een zwaard of zo. Ah, we have combatants! Wat? Wapens? Ik zei het toch, hè? So that's how it's going to be, eh? Mag ik nu een wapen selecteren? Jou pakken we. Oké, dan doen we het toch zo, hè? Beetje stoer doen. Signore e signori, the games of Carnevale have come to a glorious conclusion. Come see our winner claim his golden mask. Er zit gewoon nog wat bloed op mij. Has proven himself the fleetest of Kijk dat bloed! Strongest of champions, the wisest strategist, and clearly a favorite of the ladies. With four games won lealmente, the winner of the golden mask is... the winner of the golden mask is Dante Moro! Wat? Even... valsspelerij! Congratulations. We'll see you this evening.
Ja, en dan ben je een beetje de controlepunt bereikt. Alsof de missie gehaald is, hè? En nu ben ik boos. Hier, jij hebt dus jouw fucking schuld. Jij hebt daar ook mee te maken, kutclown. Oké, nu mag ik geen burgers meer doden. En nu ren ik als een malle naar de missie. Ik ben wel zo cool hoor. Eerst even iedereen vermoorden. Dat hij mij dat masker niet geeft. En dan kloppen we even aan. En dan gaan we naar binnen. I'm sorry, Ezio. We could not have known Silvio would cheat as he did. You should have. Sister, you told us to let you know if we saw that rotting culo who stole the golden mask. He's on his way to the Doge's party. I will go. I can catch him before he arrives and take back the mask. How? By killing the poor Stronzo? Yes. You know what's at stake. No. If you kill him, they'll cancel the party. And Marco will retreat back into his palazzo. We'll have wasted our time again. Steal the mask instead. Quietly. My girls can help. They're already on their way to the party, all along the route. They can help you distract him while you acquire the mask. Va bene. I can do that. Oh, dit is van het beginstukje als je SS Creed 2 opstart. Nou, laten we deze missie ook nog maar gaan doen. We willen wel eventjes Dante gaan vinden. Ja, hij kan er niks aan doen, dus we gaan hem niet vermoorden. Hij heeft me wel geslagen helaas, maar dat boeit me niet. Oké, Eagle Vision was E. What the fuck, wat doet mijn microfoon? Ik hoor ineens... Wacht. Zo, even wat anders zetten. Eens even kijken. Volgens mij was E. Eagle Vision, ja. Where is that little guy? Groot gebied hoor. Ik zie echt hem nergens, maar ik kijk nog niet zo heel lang rond. Oh, waar loop ik nou weer heen? Ik loop naar de zee of zo. What is your problem? Fight me. Oh hey, ik loop ook alweer uit het gebied. Waar is Dante? Oh, ik loop alweer uit het gebied. En weet je wat? Omdat ik steeds uit het gebied loop, laat ik maar even op de daken kijken. Zo. Oké. Even jij dood. Damn, dit wordt nog lastig. Ik zie hem echt nergens. Wacht, zag ik hem nou daar? Oké, op dat stuk is hij niet. Laat ik maar. Hey, doe we het gevonden? Ik had hem niet eens gezien, maar dat maakt niet uit. Wat? Ik deed niet eens wat. Ik stond daar gewoon naast hem. En ineens pakt hij zijn wapen. Wat? Oh mijn god, dit is zo gay, hè. Hey, stop met zingen. Hier, lekker voor je. Wat een ding uit je klauwen. My god. What got into him? Wat er in mij zit? Nou, een paar liter drugs. Alcohol. What skill? Oh hey, wacht, hij loopt hier ergens. Ja, daar. Oh hey, ik moet er natuurlijk achterlopen. Ik weet het alweer. Het is niet zo'n missie van volgen. Ik moet er achterlopen. Damn. Staan. When the dogs have met their day, through their shame and great dismay, Il Campione will have his way. Hey,
No. This is not your private party. Who do you think yourself for? This is my distress home. You'll be a good Capone from now on, yes? We've had enough of you stones. Hij moest stil, ik pak er wel iets. Oh, wacht. Snel lopen. Ik wil toch stelen! Ik druk op het knopje van snel lopen. Net met snel gelopen in plaats van stelen. Oh, dit slaat echt nergens op. Ik snap deze console soms gewoon echt totaal niet meer met... Vergeleken met... Oké, wacht. Hoe steel ik hier? Ja, jouw ho... Ik kwam niet in de buurt. Ik was gewoon van iemand aan het stelen. Jij draait je ineens om en denkt... Hey, stil. Nee. Nou, fijn. Ik was nog niet eens begonnen. Want ja, ik weet niet hoe ik moet stelen. Oké, snel lopen. Dit. Well now, that was a bit reckless, huh, friend? Oké, wacht, hoe loop ik snel? Oh ja, dat was spatie. Oh ja, volgens mij moet ik met spatie stelen. Eens even kijken hoor. Oh ja, hey. Oké, fijn. Ik weet hoe ik moet stelen. Nu moet ik alleen nog achter hem lopen. Ja. Oké, ik weet hoe ik moet stelen met spatie. Ik druk alleen de verkeerde button. Ik druk de rechter muisknop, maar dat is rennen, niet snel lopen. Kijkt hij mij aan? Zo van, yo, we hebben jou... Diefstal geslaagd. Ah! Oh, hey, verstoor het feest. Oh, hey, dat mogen we ook meteen doen ook. Ik dacht alleen diefstal. Ik heb alleen maar wat gestolen. Niemand heeft me door. Wacht even, be right back. Oké, ben ik weer. Hopelijk vergeet ik dat er niet uit edit. Dat heb ik echt best wel vaak. Dan zeg ik van in een video, ja, dit edit ik er wel uit. En dan zo van, yo, ik heb geen zin om het eruit te editen of ik vergeet het. Soms heb ik geen tijd of zo. En soms vergeet ik het gewoon. En dan denk ik van, oh ja, dan kijk je die video terug. Oh ja, dat zou je eruit editen. Maar even kijken wat er gaat gebeuren. Ik zet gewoon een maskertje op. Oké, ik dacht even ze gaan praten of zo. Oké. Buonasera, signore. Hallo. Ik weet niet waar ik heen moet. You made it. Marco is on a boat, just offshore. He's set to make a speech in a few minutes. Use my girls until then. Move with them to stay out of sight. Oké, ik moet bij ze blijven om niet opgemerkt te worden, maar... Oh ja, ik mag hier niet rennen. Ik haat niet rennen. Laat ik de wachters zoveel mogelijk ontwijken. En dan even naar het bootje. Oké, dit krijgen we nu eventjes te zien. Gaat hij nou niet praten, of... Find him. Ah, ik dacht al. Hij is anoniem. Waar moet ik heen? Wat is er met 30 seconden? Wat is er met die 30 seconden? Ik snap het niet meer. Wat moet ik doen? Adida,
Wat is er met 10 seconden? Ik snap het niet! Another body search, no doubt. That could be our man. Better have a look. 2-1. Oh, het is gewoon gelukt. Ik dacht, oh shit, timer, dan ga ik dood, maar... Signori, I present to you the beloved Doge of Venezia. Perkamentus. Benvenuti! Welcome, my friends, to the grandest social event of the season. At peace or at war, in times of prosperity or paucity, Venezia will always have carnival! Merda. He's not leaving the boat. We'll have to swim out there. I wouldn't try it. We'll be spotted right away. Then I'll fight my way out there. Wait! Tonight, we celebrate what makes us great. How bright our lights shine over the world! That's it. Your pistola. The one you stopped the murderer with. It's as loud as those explosions. Time it right, and you'll walk out of here unnoticed. I like the way you think, sister. I'll be waiting for you back at the brothel, my son. We all know we have come through troubled times. But we have come through... Boom! Gotcha! Oh, nu kom ik ineens op de boot, natuurlijk. No. It's too soon. I'm not ready. We rarely are. Che la morte non sia crudele. Resqueccia in pace. Requiescat in pace. Ho, 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 ontvlucht het feest. Ho, ho, rennen. Rennen. Oh, nog meer mensen. Oh. Oh, nog meer mensen. Zwemmen. He's the Doge. He is Doge in name only. And it's Venetian money he spends. There are larger things at stake and you know it. Marco was the one chosen to lead. Your father may have thought he'd never amount to much. May have foisted his political ambitions on him. Hey, het is gelukt. Ik ging alleen even zwemmen. Wie praatte er nu? I never wanted to be Doge. Then it seems you have succeeded wildly. Power is more than wealth. Does my brother truly believe he was chosen for any reason other than his riches? He was chosen for his wisdom and leadership. And this is what he does with such wisdom? Offer a light show? He hides away in the palazzo while the city comes apart at the seams. Wie praat er? Ik snap het echt even niet meer. Will make people forget all their problems. The people love spectacle. It's human nature. You'll see. Jezus, zeg, stop met praten, want ik snapte er geen ene zak van wie er nou aan het praten was. Like what? Hé, daar staat een goudkistje. Die wil ik even pakken. Ja. Oh, wacht. Moest dat ook alweer? Deze knop. Nice. Ik schoot hem dood. Doe het onopvallend, zodat niemand je hoort. Pff. Oh, onopvallend genoeg. Iedereen ziet me, maar oké. Nice. Ah, dat vond ik wel een leuke missie, eventjes iemand doodschieten. Goed, ga je gedragen. Jij hebt nog een ouderwets wapen, nee. Ik lekker niet meer. Jongen! En we gaan aankloppen en naar binnen. Yay! Gewoon naar binnen lopen. Nog niet eens. Kom maar binnen hoor. Beautifully done. Yes. Che spettacolo. A true hero. You must be exhausted. Come, relax. Ah, the savior of Venezia. What can I say? Perhaps it was wrong of me to doubt so readily. Now, we'll see where all the pieces fall. Enough of that now. You've worked hard, my son. I feel your tired body in need of comfort and succor. But I have such aches and pains, sister. I may need a great deal of comfort and succor. Oh, that can be arranged. Girls! Oké. Okay. Nice, missie gehaald. Oké, okay, wat moet ik nu doen? Ik krijg nu
Een herinnering gesynchroniseerd. Sequentie 9 voltooid. Je bent nu incognito. Ah! What happens? Wacht. Oké. Okay. Doorspelen DNA. Sequentie 1, sequentie 2. 9, 8. Was sequentie 9 de laatste? Of komt er nu nog één? I don't know. Volgens mij komt er nog één. Of nog meer zelfs. Ah, maar dat is natuurlijk bij DNA, dat weet ik nog niet. Volgens het spel weet ik dat natuurlijk nog niet. Never mind. Oh ja, yeah, de nieuwe stad wordt opgebouwd. We zitten nog steeds in 1486. Nog steeds. We zitten in 1486. Nice, die vind ik er zo cool uitzien. Ik weet niet waarom, maar... hier zijn we toch al eens geweest. En we starten weer, oké. Okay. Dus even kijken, krijgen we meteen een missie of moeten we naar de missie toe lopen? Want dan weet ik of de aflevering afgesloten kan worden. Ik denk dat we meteen een missie krijgen. Ezio, Sir Antonio wishes to speak with you. Grazie for the message. Oh nee, dat is een missie. Moet ik erin lopen. Nou mensen, dan hoop ik dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Ik wil nog heel even snel iemand vermoorden, wacht wat. En willen jullie meer abonneren dan? En tot de volgende keer. Laters!